Voilà, trouwens, ik heb het liefst, hè. Sorry, de professionele laat maar van. Hey, dat is. Ze kunnen het noemen. Het is niet om mezelf hier in de pictures te zetten, want zo media. Ik heb wel een hartstikke van media aan. Maar het is een hartstikke inderdaad. Bedankt. Ja, natuurlijk, man. Die carrière van jou, dat is niet min, hè. Dat is een hele boterham. Die dat hele carrière hier gaan opnoemen, dat zou ons te ver leiden, want we moeten binnen een 10-15 minuten kunnen vertrekken. Maar, het zijn nogal wat jaren dat jij op topniveau draait. Dit is mijn 11e jaar en ja, ik heb echt heel mooie jaren achter de rug. En ik heb van elk jaar, elke wedstrijd heb ik genoten. En met een glimlach op mijn gezicht heb ik afgezien. En dat is voor mij heel belangrijk geweest. En ja, dat kan alleen maar als je daar zin in hebt en als je van de wielersport houdt. Dat is van begin tot einde zo geweest. Inderdaad, je hebt ondertussen een trofeeënkast, je hebt kampioenentruien aan de muur hangen. Dat is allemaal heel schitterend natuurlijk. En je houdt natuurlijk ook een geweldige vriendschap aan over met veel van je tegenstanders of mederensters allemaal. Dat is niet weg te cijferen, dat is niet weg te komen, hè? Nee, sommigen hebben het me echt heel lastig gemaakt. En op andere momenten hebben ze ook heel goed geholpen. En ja, dat maakt de sport natuurlijk zo mooi. Doe maar. Het is net zo mooi als de winst, of de overwinningen, de champagne. Alles is speciaal en ja, dat maakt de sport gewoon echt zo mooi. Ja, het is je laatste seizoen. Ga je dat kunnen missen? Ja, als ik nu terugdenk aan de afgelopen Giro, dan daar heb ik zo hard afgezien dat ik, als ik daar aan terugdenk, dan ga ik het niet missen. Maar ja, al de rest ga ik zeker missen. En ik hoop dat ik nog iets in de wielersport kan blijven doen. Dan moet ik die dagen missen natuurlijk. Voilà, zo is dat allemaal. Maar daar kan je nog niets over zeggen. Nee, het is allemaal nog een beetje vaag. Ja. Je kan ons niet alles vertellen natuurlijk. Ja. Je hebt veel te danken aan veel mensen en het zou ons misschien ook te ver leiden. Je moet goed begeleid zijn, heel die periode. Er zijn mensen die heel veel voor jou gedaan hebben natuurlijk. Ja, in eerste instantie mijn familie en mijn vrienden. Het is echt enorm wat zij voor mij gedaan hebben. Niet alleen de steun, maar ook. Ja, ik heb tot mijn 32e thuis gewoond, dat is ook niet voor niks natuurlijk. Maar mijn familie en mijn vrienden die hebben echt een enorme steun betekend voor mij. En dan de ploegen, zoals Lotto Belizo en Rabobank en zo, hebben me dan ook ondersteund. Waardoor dat ik echt het beste uit de kant, ondersteun uit de kant kan halen. En, ja, ik ben echt wel fier op mijn carrière. Ik had de bedoeling eigenlijk van jouw collega's hier en daar nog wat te vragen wat ze over jou heel de tijd hebben gedacht en zo. Wie moeten we daarvoor naar voren vragen? Er zijn er genoeg hier eigenlijk, hè? Ja, er zijn wel een aantal kampioenen, denk ik, die daar zelfs ook in de bloemetjes gezet worden. Ik denk Jolien en Iris en ja, ik weet niet waar Sabrina ondertussen of dat die al hier is. Ja, ik wil enkele kampioenen naar voren roepen om hen toch te bedanken voor hun komst en om hen even in de bloemetjes te zetten voor de afgelopen wedstrijden. Want ze zijn niet voor niks kampioen in hun discipline natuurlijk. Ja, die kampioenen komen bij. Kom even bij ons staan alsjeblieft, voor jullie er graag bij hebben. Marianne ook, die is ook nog in de buurt wel, denk ik, hè, want kom erbij als het kan. Ja, Lisbeth, je zei het al, je hebt er veel plezier aan beleefd. Altijd, veel van. Je hebt ook afgezien, je hebt er veel over gedaan, veel over laten voor de wielersport. Maar het is jouw kenmerk echt wel al vele jaren dat stralende gezicht, zoals hier die staat met die geweldige lak op je gezicht. Zo kennen we jou gans die tijd. En ja, dat maakt jouw carrière toch ook
heel knap vind ik dat je er altijd zo positief gebleven bent. Altijd dat blijven zien. Ja, dat kost voor mij geen moeite. Het is gewoon omdat ik het zo graag doe. En omdat de mensen rondom mij mij gelukkig maken. En alleen dan komt die glimlach tevoorschijn. En de laatste 11 jaar waren niks anders dan dat. Dus ik ben echt heel blij over... over wat ik heb verwezenlijkt en wie ik rondom mij had tijdens die jaren. Straks kan je niet meer in de wedstrijd zijn, maar je blijft dan toch lachen al op, hè? Oh? Ja, ik blijf altijd lachen. Ik wil hem al minder momenten, maar die worden altijd goed gemaakt. Natuurlijk wel. Als kampioenen, waar zijn ze allemaal? Jan. Zwanger. Ah ja, top. Ze blijven een beetje. Kampioenen blijven even. Deze aan de kant staan, nu Liesbeth daar aan het woord is en dat hoeft helemaal niet. Julien. Ja, ja. En dan, voilà. Ja, want jullie hebben met haar te maken gehad. Jullie hebben het moeten kunnen, hè. Julien en Iris, waar zijn jullie? Niet te ver weg druipen gaan. Kom even bij Liesbeth vooraan staan. We hebben nog een goede 5 minuten. Ja, je hebt het moeten kunnen, hè, want zij heeft altijd de lat hoog willen leggen. Ja. Dat is toch zo wel, hè? Ja, zeker. Graag de koers altijd hard maken, dat typeert haar wel, hè? Ja, ze wel altijd dan van de koers maken en blijven net opgevraagd. Goed is dat. Ja. Kom je ook. Marianne. Ik heb een naam. Het was een geweldige ploeggenoot, maar ook in het peloton. Je weet gewoon altijd dat Liesbeth er wil koersen. Maar ook altijd in voor de grap en de rol. Dus we hebben wel goede herinneringen samen. Ja, dat zeker. Ja. In de koers alleen al, omdat ze dat wel altijd wil koersen en klaar is om ervoor te gaan. Maar ook eromheen, ja. Voilà, zo is dat. Ja, je had mooie plaatjes van gemaakt ondertussen natuurlijk. Fotografen doen jullie best. Ik wil allemaal even de Belgische kampioenen. Ja, Liesbeth die gaat er tussenuit gaan. Hè. Dat is een moeilijke klant die er minder is dus. Ja, zeker. Maar ik heb vandaag voor een dubbelhartse gezorgd, dus hopelijk wordt dat iets makkelijker. Ja, jullie gaan ze vandaag nog eens het vuur aan de schenen leggen. Hè? Je gaat ze wel positief gemaakt maken, denk ik. Hè? We zullen er een mooie koers van maken en dan zullen we zien niet eruit zijn. Dat zal hopelijk iets met landen zijn. Ja, want er worden geen cadeautjes gegeven, hè? Nee. Ja, dat zullen we best geloven. Elisabeth, hou je maar klaar, hè? Je bent er helemaal klaar voor om geluid nog eens te gaan? Ik kan hoesten tot ik er beneden val. Oh, lala, dat hoeft nu ook niet, hè? Ja, fotografen maken mooie plaatjes van, want dit is een uitzonderlijk beeld. Voordat Liesbeth haar wedstrijd hier rijdt en straks de fiets aan de haak figuurlijk zal hangen. Dat gebeurt allemaal vandaag met een heus feest hier rond Café Angel. Dat staat er allemaal aan te komen. We stellen ons op, we hebben nog luttere minuutjes. Liesbeth heeft ondertussen bloemen al gekregen, of heb je nog... Ja, Bloemen, heb je nog te goed van de Wielerbond, Liesbeth? Tabi Vermont is daar om jou in de bloemen te zetten. En dat mag wel eens na zo'n carrière. Dankjewel. Oh lala, wie heeft er daar nog iemand die bloemen bij heeft? Oh lala, wat wordt het hier een... Ah, dit is een Marianne. Oh, jij mag aan Marianne die mooie bloemen geven. Ja. Oh ja, en zoetjes erbij. Moet je dan geen zoetjes geven als je bloemen afgeeft? Ja, dat is een zoetje. Alsjeblieft wel. Je bent nog een dag. Goed zo, dat is mooi. En dan gaat er niemand bij staan, hè? Ja, wie lijkt er nog allemaal bloemen van jullie? Ja, mooi, hè? Jussie. Ja. Oh, wat is dat een hoop werk, al die bloemen moet dat afgeven. En een zoentje ook, voilà. Oh, mooi. Mooi allemaal. En nog bloemetjes.
Ja, en ook met een zoentje erbij. Ja, drie wel. Drie krijg jij er wel. Ja, als je schuld met de zoenen. Ja. Wat een prachtige gezelschap. Ja, wie heeft er nog bloemen te doen? Met bloemen en zoenen, bloemen en zoenen. Dat verandert nog wel. Ja, dat weet je een paar jaren wakker. Dat doen die nog wel liever. Kijk, gaan jullie weer op de foto staan hoor. Dan sta je erbij op. Ga maar in, ga er maar bij staan. Zo, hier erbij staan. En dan naar de fotografen kijken. En naar de fotografen kijken. En allemaal een heel blij gezicht moeten jullie nu trekken. Voilà, een heel blij gezicht. Hola, wat gaat dit een mooie foto zijn. Ja, jullie staan er allemaal heel goed op, dat twijfel ik niet aan. Dat doen we, hier was Koes, hè? Regenbed, niet in de vingers, hè. Hé. Hij komt deze zijn, dan zit er ook bij. Ja, ik zoek mijn... Hier is los, jongen, in zo'n ding. Ah ja, ah ja.
Merci, ja, laat me vallen. Stoppen denk ik, zeg. Ja. Zee, 4 minuten en nog aan. Ja, 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 die zijn moeten stoppen. Thank you.
die ronde. Dat vind ik. Je zit er waard achter. Jij hebt een succes en tal van avonturen. En jij denkt dat soms met je kan duren. En gaan maar voor jullie nog één ronde, laatste ronde, derde tour, laatste ronde. Premier nog 3 ronden. Steek de draaien. Nog 3 ronden. Marianne Vos. Noteren we voor premier win. Die is weg. Zeg, sorry. Niet en eigen. Turkje dan toch naam mogen schrijven. Van Anita de Jong. De Buvelaan doen met de barrage van Jolien Doren. Ronde nog slechts af te leggen, nog 2 rondjes. De ronden gaan ze elkaar de Buvelaan doen met de barrage van Jolien Doren. Ja. We gaan het zo dadelijk met eigen ogen zien. We gaan de laatste ronde aanpatten en er is nog een laatste premie. En laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde, derde tour. Op jullie laatste ronde, derde tour, laatste ronde. We hebben een zeer krachtige aanval gekregen van Marianne Vos. Was maar één in staat om mee te gaan, blijkbaar. Dan is er iets met de bocht. Zouden met z'n tweeën vooruit zijn die. We gaan het zo dadelijk met eigen ogen zien. Ze gaan de laatste ronde aanpakken en er is nog een laatste premie. En laatste ronde. Laatste ronde, derde tour.
Voor jullie laatste ronde, Journey Tour, laatste ronde. Lisbeth de Vocht, die hier afscheidt, op deze manier afscheidt. Wilde nemen van haar supporters in Arendsdonk en die haar plannetje wel uitgezocht had en die vast van plan was om hier nog eens te schitteren op een verbluffende wijze en dat is helemaal gelukt met het compaanschap natuurlijk die de eerste de beste die mee vooraan kreeg waar er dan enkele van moesten afhaken die voor haar speelde aanvankelijk, maar dan met z'n vijven overblijven met Vos, met Schultz, met Doren, met Lisbeth Vos natuurlijk en met Pretorius erbij. Marianne Vos bleef gans de tijd het volle pomp geven en ook nu weer is zij als het ware dernie voor Lisbeth de Vos. Zo leek het ons bij het ingaan van die laatste ronde. Zij hebben hier een demonstratie gegeven van je welste. Ze hebben, om het zo maar te noemen, het ganse peloton de broek afgedaan. Maar hoe zeggen ze dat? Ja, dat zeggen ze dus. In elk geval, die stonden met blote billen, terwijl de kopgroep vooraan met zeer ruime voorsprong alles beheerste tot en met een demonstratie zijn erbij al herhaaldelijk, maar het, ja, het is zeker niet overdreven. Hè. Al die lange, brede, rechte strook komen en ze zijn nog met hun tweeën, Marianne Vos en Lisbeth de Vos. Ja, wie van de twee, hè? Het zal een heel gespreid worden, denk ik. Maar ja, in komen ze zo dadelijk die blije gezichten, zoals ze dat allebei geweldig hebben. Zo zullen ze deze wedstrijd. Ja, een redelijk roep voor de mensen. Voilà, en daar zijn ze al recht op de pedalen, zei hij. Ja, ja, ze maken er nog een geweldige spurt van hoor. Het is echt alles niet meer recht op de pedalen, niet meer zitten. Maar doorgaan, die is met de Vos. Oh ja, ja, dat is adem in de hoofd. Marianne Vos is daar heel tevreden mee. Prachtig toch wel. Zo'n demonstratie is uitzonderlijk geworden wat dat betreft. Zelden meegemaakt. Ja, en hier wordt het ook nog even heel spannend, hè? Voilà, dat wordt ook nog even het volle pomp. Jolien Doren zal dat niet laten opklippen. Ik heb in plicht en in toekomst. Grote ogen, wat wij in onze mars hebben. Zwang is hier. Zo hebben de kop loopt het waarschijnlijk onvoorstelbaar. De straat. Geweldig. Kom er maar bij. Had ik de indruk van in het begin van de wedstrijd. Was dit een plannetje? Oh, sorry. Ja, nou ja, de wedstrijd weet je van de vorige keer dat niet helemaal iets gaat doen, dat gaat lopen natuurlijk. Maar er ontstond al heel veel een kopgroep. Hey!
Ja, jij hebt handen van werk verricht ook in die kopgroep om dit tempo te realiseren. En jij zal Lisbeth een onvergetelijke dag bezorgd hebben met deze. Toch, een onvergetelijk zware koers ook wel. Want het is erg warm en dat dacht er sowieso in. En dan zo'n koers er volop. En natuurlijk wil Lisbeth dan voor eigen publiek in haar afscheidskoers graag winnen. Dus die ging er ook nog eens tegenaan. Voilà, prachtig. Wij hebben er met volle teugen van kunnen genieten. Jolien is zo ergens, die wordt daar nog even ondervraagd. Lisbeth, we hoorden zo net al van Marianne, want ik vroeg mij af, was dit allemaal gepland, was het afgesproken? Hadden jullie al plannen gesmeed op voorhand, zeggen we gaan de eerste ronde, we rijden ze gewoon allemaal naar huis? Het enige wat vooraf afgesproken was, denk ik, dat ze er gewoon een harde wedstrijd van wilden maken, want ik heb hem afgezien van begin tot einde. Ja, dat is alleen maar al die brommers vooraan te denken en niet direct aan mezelf. Maar je wist waar je voor stond, dat je hier niks op een cadeaubordje zou krijgen. Dat was wel geweten natuurlijk. De manier zoals deze wedstrijd nu hebt gereden met jullie vooraan, dat was natuurlijk indrukwekkend. Dat is om nooit te vergeten, zeker voor jou niet, ook voor de supporters niet. Daar ga je nog heel lang plezier van hebben natuurlijk. Hè. Ja, en zeer benen ook, denk ik. Maar dat komt allemaal goed, dat is geen probleem. Ik denk, we gaan je zo dadelijk in de bloemen zetten hier, want dat rest ons nog. Dat, en die fiets, hè, er zal iets mee moeten gebeuren zeker. Ik denk, dames en heren, dat we er allemaal mee akkoord zijn dat deze Lisbeth Vogt ons toch wel prachtige dingen heeft laten zien. En over heel haar carrière, maar ook vandaag. Geweldig geschitterd heeft. Ik denk dat er een geweldig applaus mag komen. Dat jij eens kan horen hoe geweldig de mensen jou respecteren. Dames en heren, laat eens horen. Goed hè. We gaan hier even. Voilà, helemaal klaar voor. En applaus ook nog eens nu natuurlijk. Voilà. Heel mooi. Wie zitten we erbij natuurlijk, want jij hebt een handenvol werk gekregen van Marianne en van Jolien hier ook. En zij delen in de vreugde natuurlijk. Ga er maar bij staan, ook voor jullie zijn de bloemen. Ja, Jolien komt maar bij, Marianne komt maar bij. Bloemen van de burgemeester. Hier staan jullie dan. Jolien, daar had ik nog niet aan de praat gekregen, maar jij hebt er ook voor gezorgd natuurlijk. Zo'n enorm verschil met dat peloton. Het podium is. De peloton gewoon op de knieën gekregen. Dat is het podium, dat schijnt. Welke indruk laat het op jou nu vandaag deze dag te beleven? Ja, het was heel leuk om zo te rijden. We hebben van het begin een heel harde koers gemaakt. En we zijn er gewoon ingevlogen. Ja, vanaf. En dan blik je tevreden terug natuurlijk. Want onvergeten. Ja, natuurlijk. Het is een van de laatste koersen van Lisbeth. En ik ben zeer blij dat ik erbij mocht. En jij gaat dus keihard door, hè, want jij hebt nog heel wat te verwachten en in het verschiet. Ja, dit is gekomen, er nog een paar mooie wedstrijden aan en dan uiteindelijk doelen ze Rio te spelen van Rio. Voilà, we gaan dan eruit kijken, we houden je in de gaten. Voilà, dames en heren, hier staan ze, de smaakmakers van deze wedstrijd van Lisbeth Vogt. Ja. Kijk, maak er maar mooie plaatjes van. Je hebt nu de kans nog in. Goed, helemaal kan erbij staan nu. Brengt hier nog in de nek af. Mooi is dat allemaal. En dan, wat moet er dan nog gebeuren voor de leren feestgedruis? Kan jullie woordjes zeggen? Ja, goed.
Lieve Lisbeth. Ik ga het kort en krachtig houden. Maar dan blijft toch even in staan, want dat wordt zo kleiner met de minuut. Ze vroegen er juist al wat. Ja. Nee. Wat dan niet goed. Het schiet er eraan gaan hangen, hè? Maar de tijd is gekomen, ik heb er zelf voor gekozen om nog iets aan Den Haag te hangen. De club heeft voor Den Haag gezorgd, dus ik stel voor dat ik wat fiets ga halen en dat we samen aan Den Haag hangen. Mag jij ook nog iets? Die pretje, want als de briefjes gaat achteruit gaan, of moet hij jou helpen? Nee, ga even bij Jolien staan. Dat past wel. Bij de micro eventjes. Voordat ik die fiets aan de haak hang, wil ik echt iedereen bedanken die daar vandaag aanwezig is. Supporters, sympathisanten. Echt, het was fantastisch om te rijden in zo'n publiek, in zo'n haag van mensen. Vooral ook de rensters die dat de koers mee hard gemaakt hebben. En die daarvan soms ver gekomen zijn. Allemaal bedankt. Mijn ploeg ook, Lotto Belisol. Het was echt een fantastisch jaar en ik heb echt genoten van 11 jaar. Ik heb een mooie carrière. Ik ben er fier op en ik hoop jullie ook. En nogmaals, hartelijk bedankt voor jullie steun. En dit is voor jullie vandaag. In Zuid-Wes is er nog een klein feestje, dus geniet er nog van. Maar eerst ga ik mijn fiets aan de haak hangen. Voor mij is het genoeg geweest nu. Ja, heel goed, prachtig. Het is aan de haak en daar worden ook de nodige foto's van genomen natuurlijk. Voilà, de toetsen. Oh nee, oh. Lisbeth, schitterend is het allemaal. Wij met z'n allen moeten jou op onze beide blote knieën bedanken voor alles wat je betekend hebt, voor al de mooie momenten die je bezorgd hebt. Wij wensen jou bij deze dus nog heel, heel, heel veel geluk en veel succes bij alles wat je nog zal ondernemen. Hartelijk bedankt. Het is voor jullie. Dit is voor jullie. En ik heb alleen maar mijn best gedaan in die 11 jaar. Ik heb het echt met plezier gedaan. Dus voor mij is het echt een eer om hier tussen alle publiek te staan. En ik zeg het, geniet er nog van samen met mij. Ik geniet nog van deze avond. En maak het vrouwenwielrennen de volgende jaren. Volg het, want het gaat echt spannende taarten nog opleveren. Gaan we nu een goede pakken? Zeker en vast. Voilà, dan vliegen we nu. Tijd om te feesten, dames en heren. Fris! Oh, dankjewel. Fris, trouwens. Oh, het is heel zwaar. Zet er voorzichtig mee. Het is precies een dubbel glas. Je reed ervan. Fris, trouwens, schat. Fris! Ik denk wel. Ik zal het meepakken. Xavier, ga op de dank u. En Italië is waar dit jaar? Dat jij eens kan horen hoe geweldig de mensen jou respecteren. Dames en heren, laat eens horen! Goed hè?